Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is woensdag 2 december. Vandaag begin ik mijn video met een hele spannende gebeurtenis. Wij gaan vandaag namelijk een nieuwe brand commercial opnemen. Eigenlijk onze eerste brand commercial. We hebben 3 commercials gedaan, maar dat waren informatieve commercials. En nu onze vierde is een brand commercial. Dus echt dat we alleen het verhaal vertellen en het merk laten zien. En niet per se iets verkopen, maar puur een gevoel willen creëren en een beleving van het merk. Daarvan maken we de eerste commercial. Ik heb er zin in. De setting is bijna klaar. En ik geef jullie een korte rondleiding en dan gaan we beginnen. Dus een lamp. En een lamp. Check het toch? Hey Aaron. Hallo George. Hallo Jesse. Hallo George. Aaron en Jesse, ik heb een vraag aan jullie. Vertel. Staat jullie eerste vlog al online? Nee. Dat dacht ik al. Nee, we waren heel druk bezig met het voorbereiden van een hele vette video voor... ken je die? Helpmans Pasta's? Tuurlijk. En daar hebben we Trezor. Yo, what's up? Trezor kennen jullie misschien van het Gronings accent op YouTube. Waarom dat hè? Precies, van wat aan. En Trezor is vandaag onze danser slash acteur in de commercial. De hoofdpersoon. Heb je er zin in? Ja, dus. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er zo zin in. Dus ik ben benieuwd. Ik weet nog niet wat ik moet doen. Zo, maar dan krijg ik ze meteen te horen. Ja, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb er zin in. Ik ben relaxed. We gaan nu wat tests doen. En daarna beginnen we met Trezor te filmen. En Vitas komt ook. Vitas is de tweede personage in de video. Die komt om 2 uur. Dus nu 2:55. En 2:30 beginnen we hier met filmen. Ik heb er zin in. Trezor, je staat er goed op, man. Je staat er goed op, jongen. Vind ik goed op? Oké, dat was heel hard. Hi, Trezor. Ik hoef niet zo te dansen, maar dan snap je een beetje wat zijn imago. Dan dans ik en dan haal ik het op. Ja, je danst. Dus ik ben blij dat ik ga eten. Ja. Oké, dat is goed. Dus ik ben blij dat het er is. Dus blok 1 is, je bent blij, je gaat dansen. En al dansend ga je naar de deur toe, doe je open. Je ziet de bezorgde, ga je gek doen bij de bezorger. En daarna neem je het aan en smijt je de deur weer dicht. Maar als hij het eten heeft en de deur dichtgooit, stopt het dan? Lijkt mij wel, toch? Ja, dan staat de camera zo, pas komt die deur. First delivery guy, then marketing guy, and now playing in the commercial. How does it feel, man? Yeah, ranking up. Everything is possible, right? Yeah. Everything is leap. Yeah, you gotta believe, man. You believe in Die timing was zo goed. Yeah. You're just pressing a ding dong. Yeah. He opens the door, but he's gonna like dance and do crazy. Yeah. You just stand here and then go with the flow. If you feel you move with him, don't look at him like he's crazy. Yeah. But more like, hey, this dude is. And then if you feel it, you can go like this with him, or if you want, you can dance with him. Just try things, whatever feels right to you. Yeah. And then we see what fits the best. Yes, sir. Wat ben je aan het doen, man? Ik ben Kimbo aan het balanceren. Teach us, man. Teach us. Wat ben je aan het doen? Dit is een drieassige Kimbo. Ja. Zoals je hier kunt zien. Zoals je hier ziet. Dit is de eerste as, de tweede as en de derde as. En nu gaan we hem even stabiliseren. Dus als het goed is. Hij staat, man. Kijk, dan gaan we hem aandoen. Zo. En Bob's your uncle. Doe maar. You can feel. Ik wil ook gewoon
Yo. Even de langs hoor. Even de langs hoor. We gaan nu dus de shot van Vitas doen. We zorgen die aanbelt. Ja, ik ben benieuwd hoe deze shot gaat zijn, want niet alles is geredigeerd. Er zit een stukje improvisatie in van Vitas. Ik ben benieuwd, als dat niet goed uitpakt, dan gaan we wel scripten, zeg maar. Maar ik denk dat de manier waarop wij nu hebben gepland het leukste is. Ik ben benieuwd. Actie. Oh. Are you having fun, man? Oh yeah. Het is inmiddels 10 voor 11 in de avond. Vitas en ik waren vanmiddag eerder vertrokken. De jongens zijn door gaan filmen. Deel van Vitas hebben we toen naar voren geschoven om op te nemen. Eerst is hij vertrokken, daarna ben ik vertrokken, want wij moesten allebei hier in de zaak werken. Komt ook omdat vandaag Casper aan het werk was en Casper is nieuw, was zijn eerste dag. Dus ik moest met hem in de keuken staan. En Vitas was vandaag ook bezorger. Dus het was voor ons krap. Over ongeveer, ik denk 2 weken zal de commercial klaar zijn. Over 1,5 week moet hij naar de studio waar de muziek eronder wordt gemonteerd. En dan moet hij klaar zijn in 2 à 3 weken. En dan willen we de brand commercial op social media gaan draaien. Ik ben inmiddels naar huis geweest. Heb nieuwe kleren gestreken voor morgen. Ik heb me omgekleed. T-shirtje aan. Want ik ga nu vertrekken richting Amsterdam. Want ik heb morgenochtend een leuk, spannend afspraak waar ik jullie ook mee ga nemen. Maar ik moet nu snel vertrekken, anders kom ik wel heel laat aan. Ik wil nog wel een klein beetje kunnen slapen. We gaan vertrekken. De reden waarom ik steeds bij jullie kom is toen ik mijn boek uit wilde brengen. Was Norbert, drukkerij erbij. Degene die tegen mij zei, hey, we vinden je een leuke gozer, we vinden je initiatief leuk, we willen je helpen. Ja. Toen heeft Norbert ook een voorstel gedaan van, wij willen best de helft van de risico van je boeken dragen. Toen heb ik gezegd, liever niet, want het voelt mij weer bezwaard inderdaad. Maar het bereidwilligheid om mij te helpen, terwijl je mij toen niet eens kende, dat was voor mij wel. En dat Norbert echt veel tijd toen met mij ook heeft teruggenomen. Ook mijn vorige keer dat ik hier ben geweest, heeft hij gewoon echt de tijd genomen om met mij te bespreken wat allemaal mogelijk is. Dat zorgt ervoor dat mijn gunfactor bij jullie gewoon groter is en dat ik altijd als eerste bij jullie aanklop. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Werk ze. Hoi. Yes, ik... Ik ben net klaar met mijn afspraak in Amsterdam. Ik had dus een afspraak bij drukkerij erbij. Ik was hier omdat ik de tasjes waarin wij de pasta's vervoeren graag eigen tasjes wil hebben. Dus met eigen ontwerpen. Ja, die opties hebben we net doorgenomen. Ik heb verteld wat mijn wensen zijn. Ik heb geïnformeerd naar wat de mogelijkheden zijn. Want we hebben nog geen designs gemaakt. Komt omdat ik eerst wilde weten wat de mogelijkheden zijn. Ik heb wat dingen in mijn hoofd. Dat heb ik uitgelegd. Aan de hand daarvan ga ik sommige aantal offertes krijgen voor verschillende opties. En dan ga ik kijken welke prijs technisch voor mij haalbaar en interessant is. En dan gaan we een ontwerp daarvoor maken. En dan gaan we de opdracht dus geven om die tasjes voor ons te maken. En het doel is om begin 2021 eigen tasjes te hebben. Dus we hebben nu eigen bestekzakjes, we hebben eigen merk Pesto. Tasjes is het volgende doel. Ja, ben benieuwd. Dus als dit alles goed gaat, dan hebben wij begin komend jaar onze eigen tasjes met onze eigen bedrukking. Ik kijk er naar uit. Ik heb heel lang uitgekeken naar dit moment. Ik ben super benieuwd hoe snel we dit van de grond gaan krijgen. Ik moet nu snel door. Ik moet naar Groningen. Ik moet uiterlijk 4 uur in de zaak zijn. En als ik nu vertrek, zal ik op tijd komen. Dus let's go! Ik ben inmiddels in Groningen aangekomen. Voordat ik deze weekvlog afsluit, wil ik het nog even ergens over hebben. Ik spreek natuurlijk best wel regelmatig ondernemers, ook startende ondernemers. En een veel voorkomende vraag is, hoe vind ik een leverancier
en hoe onderhandel ik met een leverancier, en vooral in het begin. Dit is hoe ik het aanpak. Het eerste wat ik doe is, ik kijk of ik mensen ken die bij leveranciers zitten waar ik baat bij heb. Zo ja, dan vragen ze dingen over de leverancier. Bijvoorbeeld, wat hebben ze allemaal in hun assortiment? Hoe zijn ze met afspraken nakomen? Wat vind je van de prijzen? Allemaal dat soort dingen win ik allemaal informatie in. En vervolgens ga ik ze online opzoeken. Het tweede wat ik doe is, ik zoek via Google naar leveranciers. En ik probeer bij zoveel mogelijk prijzen te krijgen van hun producten en een productassortiment. Maar ook voorwaarden als levertijd, minimale orderhoeveelheid, hoe vaak ze bij je willen leveren. Het zijn allemaal vragen die je onderzocht wil hebben. En vervolgens, als ik dat een beetje een beeld van heb, van oké, dit zijn de leveranciers, dit is wat ze leveren met deze voorwaarden van deze prijzen, dan ga ik ze een beetje vergelijken en kijken bij wie heb ik het beste gevoel, wie levert het meeste de producten waar ik naar op zoek ben. Dus als het allemaal matcht, dan kies ik één of twee uit en vervolgens ga ik ze benaderen en kijken waar ik de beste deal kan krijgen. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het aanpak. Maar ik test ook kleine leveranciers, bestel wel eens kleine orders om te kijken hoe het verloopt, weet je wel, hoe kan onderhandelen, dat soort dingen. Bij de leverancier van Helpmans Pasta is het ietsjes anders gegaan, want ik kende de leverancier vanuit de pizzeria waar ik ooit heb gewerkt toen ik 16 was, dus van mijn 16e tot mijn 20ste, 21ste. Dus ik kende hun naam en ik wist dat ze in Groningen zaten. Dus heb ik ze opgezocht, heb erheen gereden, ben naar binnen gelopen, heb gezegd ik ben George, heeft eerder gewerkt bij die en die bedrijf, jullie leverden ons. Begin nu mijn eigen bedrijf, maar ik begin het vanuit huis heel klein. Maar ik wil dat jullie mij leveren omdat ik weet wat jullie leveren. En dat jullie goede producten leveren, allemaal dat soort dingen. Dus ik had een goede ervaring met ze. Dus ik zei, weet je, ik ga heel klein bestellen. Ik weet dat jullie de minimale orderhoeveelheid op dit zit. Ga ik de komende tijd niet halen. En hier komt het. Er komt altijd een klein aspect van bluff neer. Want wat je wil onderhandelen is, je weet dat je laag instapt. Maar je wil een beeld schetsen waar je naartoe gaat. Want wat ik probeer is, bij mijn begin, als ik klein ben, al een beetje schaalvoordeel te pakken van mijn toekomstige ik. Dus ik zeg, oké, ik sta hier, maar mijn doel is om hier te gaan en dat wil ik in zo'n tijd doen. Dus ik ga nu geen grote orders plaatsen, want ik kan het niet. Ik begin, help me. Maar dit is waar ik naartoe ga en dan beloof ik dat ik in zo'n tijd mijn orderwaarde met zoveel zal laten stijgen. Dat is wat ik toen eigenlijk zei toen ik binnenliep. En ik zei, weet je, ik ga 3 pakken pennen bij je bestellen. Maar over 1,5 jaar zal ik niet 3 pakken, maar 3 dozen bij je bestellen. Dat is een beetje een bluff, want ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar dat was wel mijn visie. Dus dat is eigenlijk bluff. En verwar niet, alsjeblieft mensen, verwar dit niet, want heel veel mensen verwarren dit. Bluffen is niet liegen. Je moet niet gaan liegen. Ja, dus niet zeggen, ja, 10 dozen, ik maak je rijk, dit, dat. Moet je niet doen. Ik zie dat heel veel mensen doen. Die denken dat bluffen neerkomt op liegen. Nee, dat is niet zo. Bluffen is, in mijn oogpunt, je zegt, oké, ik koop nu 3, maar ik wil straks 3 dozen bij je kopen. In 1,5 jaar. Dat is een bluff. Want ik weet niet of het gaat lukken. Wat ik wel weet is dat ik daar wel naartoe wil. En dat dat voor mij haalbaar is om dat te doen. Misschien lukt het niet in 1,5 jaar. Misschien lukt het in 2 of 2,5 jaar. Maar ook al koop ik in die 1,5 jaar, groei ik naar 2 dozen. Ze zullen me die ene doos die ik niet bestel per week niet kwalijk nemen. Omdat ze zien dat ik mijn best doe om mijn belofte na te komen. Kan je hem net niet halen, dat is niet erg. Maar je hebt niet gelogen. En met dat bluff, dus dat toekomstige voorspelling wat je zegt, kan je hier nog een goede deal sluiten. In mijn geval was dat ze me in ieder geval gingen leveren. Want ik wist dat ik geen 200 euro, 300 euro per week zou bestellen. Omdat dat niet haalbaar was voor mij. Of nee, niet per week, per keer. Per ritje dat ze deden. En ze leveren dan 2 keer in de week. Dus dat betekende 500 euro minimaal ex-BTW aan bestelling. Ik ging dat niet halen, heb ik toen ook verteld. Wilden ze wel voor mij doen, omdat ik beloofde, oké, ik blijf alleen bij je kopen, ik ga nergens anders heen. De prijsafspraken die ik maak, zal ik nergens anders gaan inkopen, alleen bij jou. En op die manier heb ik weer vertrouwen teruggekregen, waardoor ze wel gingen leveren. Ja, dat is hoe ik deze leverancier heb gevonden. Ja, dat waren mijn tips eigenlijk voor nu. Als je vragen daarover hebt, drop ze hieronder of stuur me een privéberichtje, dan beantwoord ik je vraag of dan of in een volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze weekvideo. Hierbij sluit ik hem ook af. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. Dat helpt mij groeien met mijn YouTube kanaal. Abonneer hieronder om verder niks te missen. Heb je een vraag verder over leverancier vinden of ondernemen, drop hem hieronder. Tot de volgende video.